ik werk bij Omroep Brabant. Al best wel wat jaren, 10 jaar inmiddels. Ben begonnen als redacteur en uiteindelijk ben ik ook gewoon op de radio iets gaan doen. Ze vroegen aan mij of ik een keer erbij wilde zitten in de studio. En nou ja, dat beviel ze kennelijk. Dus ik sta al 8 jaar vroeg op om het nieuws te lezen. Dus als mensen naar Omroep Brabant luisteren, dan worden ze door mij bijgepraat over het laatste nieuws. Ja, ik ben Thijs Dille, geboren in Gelderop, maar nu woonachtig in Milo. Ik ben 37 jaar en ik ben werkzaam als stormmanager bij Volkslieden in Boksel. Ja, ik ben Noreen Dille. Ik ben 35 jaar, geboren in Duitsland, altijd in Gelderop gewoond. Toen heel even naar Eindhoven verhuisd en nu dus hier in Milo. En ik werk bij een bank. Mijn naam is Claudia Hertelouw. Ik ben werkzaam als projectleider van de nieuwe wijk Lugge. Kan je een algemeen beeld schetsen van de gemeente Gelderop-Mierlo? Een algemeen beeld van de gemeente Gelderop-Mierlo. Ik denk in één woord een hele groene gemeente. Ongeveer 40.000 inwoners, verdeeld over 2 kernen. We hebben Gelderop en Mierlo. En dat wordt eigenlijk helemaal omringd, omzoomd met groen. Mooie bossen. Snelweg is heel dichtbij. Dus we hebben zelfs een mooi station. Een ziekenhuis als voorziening. We hebben basisscholen. Zelfs ook een middelbare school. Dus eigenlijk heel goed voorzien. Echt heel prettig wonen. Ik denk dat het uniek is dat je hier toch gewoon vlakbij het dorp woont. Maar ook enigszins landelijk, want ja, je hoeft maar de straat over te steken en je kunt de bossen in. Je zit hier vlakbij nog een gedeelte waar eigenlijk weinig huizen staan, achter het Wolfsen recreatiepark. Je zit hier vlakbij het Eindhovense kanaal, dus heel veel mensen gaan daar hardlopen langs het kanaal, fietsen. Je bent zo bij de golfbaan, want dat ligt hier ook, ja, ik denk maar 5 minuten vandaan. En je zit er ook dus dicht bij het centrum, want je hoeft de straat maar weer over en nou ja, dan zit je eigenlijk in de bebouwde kom. Dus dat is het voordeel van Lugge, vind ik. Een reden voor ons is geweest om hier naartoe te verhuizen, dat ik een mooi eigen huis heb, een mooie tweekap. Altijd onze droom wel geweest. We hebben heel lang op een appartement gewoond, dus ja, we wilden graag dat we echt een volwaardige woning hebben in een mooie omgeving. Ja, wat we heel erg merkten, we waren in Eindhoven, in eerste instantie in Eindhoven gaan zoeken. Dat je daar net iets minder huis krijgt dan wat je hier in Mierlo krijgt. Dus hier hebben we echt gewoon een hartstikke leuke tuin en superleuk huis, alles naar ons wens. Dus ja, we zijn echt heel blij dat we hier naartoe verhuisd zijn. Lugge is uniek vanwege het mooie dorpse wonen, een mooie dorpse omgeving, heel landelijk. Je bent ook zo buiten, het vormt ook eigenlijk de schil van Mierlo. Dus de routes naar het buitengebied die zijn heel erg kort. En diversiteit, dat is denk ik waar ook Lugge voor staat. Het is heel divers wonen. En Lugge, de naam, die komt van de origine ook van een straatje in Lugge zelf. Dat zit er tegenaan. Heel mooi karakteristiek straatje met mooie langgevelboerderijen. Dus dat is eigenlijk wel het karakter van Lugge. Het is hier echt, het kanaal zit hier dichtbij. Dus als je in de lente daar naartoe loopt of fietst, ja, het is echt hartstikke leuk om die beesten daar te zien die daar in het water zwemmen. De bossen heb je hier hartstikke dichtbij. En als je wilt heb je toch nog steeds de stad nog steeds dichtbij. En ook in Mierlo wordt gewoon ontzettend veel georganiseerd. Dus ook als je daar in de zomer veel feesten daar. Dus dat maakt het wel heel erg leuk. En wat is voor jou de mooiste plek van Lugge? De mooiste plek van Lugge? Nou, ik vind het sowieso gewoon echt heel fijn altijd als ik hier gewoon die wijk inrijd. Gewoon om eigenlijk naar mijn eigen huis te rijden. Dus dat is voor mij echt de fijnste plek. Ja, ik moet zeggen, ik ben niet heel erg dat ik hier door de wijk aan het wandelen ben. Omdat hier ook een behoorlijk een aanbouw is nog steeds. Het schiet wel heel erg op. Maar ik wandel niet echt door Lugge heen. Ik ga wel vaak hardlopen, maar dan loop ik dus redelijk snel Lugge uit. En dat is dus het voordeel. Dan ben je gewoon heel snel buiten de wijk. Maar de wijk zelf is gewoon super fijn om te wonen. En de bereikbaarheid van de wijk is ook voor jou voldoende? Ja, die is super goed. Ik ben heel vaak in Eindhoven, want er wonen best wel veel vrienden van mij. En ik werk ook in Eindhoven, maar je zit eigenlijk zo op de snelweg. Ja, de A270 die is hier
op 5-6 minuten vandaan. En als ik met de bus naar Eindhoven ga, is het voordeel voor Lugge dat hier, ja, ik denk 1,5 minuut lopen, vandaan 2 haltes zijn, 2 buslijnen. En ook weer 5 minuten fietsen ongeveer. En je kunt in Brandelvoort de trein pakken naar Eindhoven. Dus je zit op zich, zit je echt goed. En de doelgroepen die hier wonen, zijn dat een beetje dezelfde leeftijd als je hebt? Heb jij veel gemeen met de mensen die hier wonen? Het is redelijk gemengd. Deze straat, omdat wij het CPO-project hebben gedaan, zijn allemaal wel redelijk van dezelfde leeftijd. Allemaal zo rond de jaren 30. Ik denk maximaal 35 zo ongeveer. Maar hierachter bijvoorbeeld, dat zijn huurhuizen, daar wonen wat oudere mensen. Maar daar wonen bijvoorbeeld aan de rand van Lugge hier, daar zijn ze aan het bouwen, daar komen ook jongere mensen te wonen. En daar wonen ook best wel wat vrienden van mij die juist vanuit Eindhoven en ook Helmond weer terug zijn gekomen naar Mierlo. Hier in Lugge. Dus ik denk dat het merendeel van de mensen die hier in dit gedeelte wonen wel, ik denk tot een jaar of 40, 45 of zo, ik denk dat dat de overhand heeft, dat wel. De mentaliteit van onze inwoners. Ik denk dat het is, nou, mouwen opstropen en gaan. Gewoon lekker werken en ervoor gaan. En dat komt denk ik ook wel uit een mooie historie. Agrarisch verleden uit Mierlo, dus echt aanpakken. De Zwarte Kers is daar nog een heel mooi symbool ook van. En hier in Geldrop eigenlijk de industrie, dat is textielhistorie. En Pijnenburg natuurlijk, dus ja, gewoon lekker hard werken en ervoor gaan. Ik ben in Lugge komen wonen in juli 2010, dus dat is alweer dik 6 jaar geleden. De tijd vliegt. En wat waren voor jou de redenen om hier te gaan wonen? In principe was het zo dat een vriend van mij wees op een CBO-project. En ik was er zelf nog niet echt zo mee bezig op dat moment. Maar hij gaf mij een inschrijfformulier. Ik heb het toen ingevuld. En toen ben ik uiteindelijk ingeloopt bij dat project. En wij hebben toen vervolgens met 14 mensen woning ontwikkeld. En ja, dat is dus dit rijtje huizen geworden waar ik dan dus uiteindelijk 1 woning van gekregen. En die vriend die jij noemt, is die hier ook komen wonen? Die is hier niet komen wonen, nee. Nee, ja, er waren 38 graden op dat moment. En de notaris heeft gewoon namen uit een emmer getrokken. En hij was echt volgens mij nummer 36. Dus ik had geluk dat hij een dag voor de deadline, dat was echt een dag voor de deadline, bij mij kwam om te vragen of ik me had ingeschreven. Want anders had ik hier ook niet gewoond. Lugge bestaat uit verschillende deelgebieden en we zijn allereerst begonnen in fase 1. Nu zijn we druk bezig met fase 2 en vervolgens maken we nu een stap westelijk, in westelijke richting, richting Kanaal, richting de bossen en daar komt Lugge Noord. Daar zullen we in het najaar waarschijnlijk de eerste kavels ook aan kunnen bieden. En daarna zullen we een vervolg maken aan de Burgemeester Meerstraat. Een authentieke straat als onderdeel van de wijk. We hebben de straat Lugge als echt authentieke straat met bebouwing, de Katrienweg en de Burgemeester Temeerstraat. En gezien aan die oude historie eigenlijk, willen we ook daarop een antwoord vinden in de verkaveling. Dus het zullen waarschijnlijk erfachtige structuren gaan worden, aanhakend op de Burgemeester Temeerstraat en dan ingebed in het groen. En vervolgens zal ook een vervolg gemaakt worden richting de Oud-Vensterstraat, dus eigenlijk richting de sportvelden. Voor de jeugd is er volop te doen. We hebben veel faciliteiten in de buurt. We hebben volop speelvoorzieningen. Nogmaals, je bent zo buiten, dus je kan vrij buiten spelen. We hebben een prachtig park waar de jeugd ook lekker kan spelen en ravotten. De woningtypes die zijn eigenlijk ook, zoals ik er net al zei, heel divers. Dus het is niet alleen voor de jeugd bedoeld, maar ook bijvoorbeeld voor de senioren. De kavels zijn dusdanig groot dat ze ook makkelijk aan te passen zijn voor een wens om bijvoorbeeld de voorzieningen op de begaande grond te maken. Dus om ook eigenlijk het levensloopbestendige, om dat ook een goede plek te geven. Dus je merkt eigenlijk van alleenstaande gezinnen, jong, oud, nou ja, iedereen kan hier terecht met zijn of haar woonwensen.